Op dit moment in de baan de lichte vrouwen dubbel. En het gaat eigenlijk heel goed. Vrouwen kunnen controleren. We hebben een comfortabele voorsprong. En daar gaan ze over de finish. High five. Hi, zeker. High five. Yes, mooi. Top gedaan, meiden. Ja, ik had wel gewoon wat gezonde wedstrijdspanning, maar ik heb niet zin in wat of zo. Meer gewoon van, we gaan ons plan uitvoeren. Ja, ik denk een heel mooi begin. En we hebben onze goede positie verworven. En het vertrouwen is nogmaals bevestigd. Dus voor nu gaan we stap voor stap verder. En toen jullie opstonden vanochtend, dachten jullie, eindelijk, fatsoenlijk groei weer. Nou, ik wist het nog niet. Ik dacht wel, eindelijk mogen we. Ja, toch wel. Ik stond op en ik keek het raam en het regende. Ik denk, het is Nederlands roeiweer. Het wordt een Nederlands feestje vandaag. Ja, nou mooi. Ja. Regen kunnen we ook hebben. Ja, prima. Daarom. Ja. Mannen 4 zijn op het moment bezig. En, Nederland 30 geëindigd, maar gaan wel direct door naar de semifinales. Yay! We hebben een goed dagje, of niet? Ja, tof, dat is wel goed. Ik denk wel dat dit de uitkomst is waar je op gehoopt had. Dat is wel mooi, wat vet. Echt een goede race. Dus ik ben alle Nederlandse ploegen zo'n beetje, toch? Ja, mannen 8, dames 8 moeten wel in herkansing, maar maken daar wel hele goede kans. Racedag 4 en eigenlijk derde roeidag door het uitvallen van één dag. Roel en Mitchell zijn gestart, mannen 2. Na tussentijd 500 meter, het hele veld nog bij elkaar binnen 2 seconden. Spannend. Nederland op een vierde plek. Rio 2016. Het is ons nog niet echt goed gezind. We wachten er veel van. Zeker van Roel en Mitchell. En dan halen ze eigenlijk de finale niet. Om de kop even ergens anders na te zetten, trekken we de skielers even aan. En gaan we maar eens even op de Coco Cabana kijken. Ik zie wel dat er wat verkeer is, wat fietsers. Dus het zal hier en daar een beetje slalom worden. Maar fans al meteen. Het is knetterdruk op het fietspad. Ja, beter gaat bijna niet worden hier.